We staan nog steeds op de Tech Days. We doen weer een interview met Arjan Meijerink en Dave Ruiter van Mekaar. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Oké, jullie hebben net gesproken over de bezoekers op de Tech Days. Op basis van een stukje data-analyse die jullie hier gedaan hebben. Ja. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, we hebben een opstelling bij de ingangen van de Tech Days neergezet. En die data hebben we door het Azure Data Platform gehaald. En via Cognitive Services de gezichten herkend en geanalyseerd. En daar de leeftijd, de emotie, of iemand een baard draagt. Dat soort data hebben we allemaal kunnen analyseren en opgeslagen. En daar hebben we in de afgelopen sessie sowieso verteld over de opstelling. Maar ook over de resultaten die we daaruit hebben kunnen halen. Oké, en hoe heb je die data precies verzameld? Er staan Raspberry Pis bij de ingang. Daar kan misschien Arjan iets meer over vertellen. Er staan Raspberry Pis met kleine webcammetjes met Windows IoT. Staan bij de ingangen. Eigenlijk gericht op de ingangen. En als op het moment daar een gezicht op wordt herkend, sturen we door Azure in. Alle lege frames sturen we niet. En zo krijgen we dus elke keer plaatjes eigenlijk in Azure. En dan kunnen we met de Face API van Cognitive Services kunnen we dat analyseren en dan zien wat erin komt. En dat sturen we dan weer door verder met de pipeline, met de streaming analytics. Kunnen we dat helemaal dan in een SQL database gooien en met Power BI bekijken. En het is dus, je hebt eigenlijk twee kleine programma's nodig. Eentje op de Pi en eentje om wat logica te doen. En de rest is eigenlijk configuratie in Azure. Dus dat is best wel snel in elkaar gezet. 4 dagen programmeren, een paar uurtjes configureren en het zat in elkaar. Dus dat was best wel een coole oplossing, voor weinig geld. Maar je hebt dus gewoon mensen die voorbij lopen automatisch gescand? De mensen hebben niet hoeven stoppen en voor een camera te hangen? Of... Nee, dat is echt iedereen die langskomt. We namen elke 500 milliseconden namen een foto. Ja, staat er wat op, sturen we het door. Staat er niet op, sturen we het niet door. En dan gaat het best wel snel. En hij kreeg best wel snel data. We hebben zo'n 10.000 gezichten gescand. Of 10.000 foto's genomen waar meerdere gezichten op staan. Dus we hebben nog meer gezichten gezien. Ja. Nou, er zijn ongeveer 2000 bezoekers. Dus sommige mensen zijn een keer of 5 gescand. Of misschien wel vaker. Nou, je hebt 2 dagen uiteraard. Mensen gaan even roken. Gaan even naar een auto. Lopen misschien een rondje waardoor ze bij de andere ingang ook weer naar binnen komen. Ja. En we hebben de nachtwaker hebben we ook een paar keer gescand. Dus ze hebben gewoon vannacht ook gedraaid. Dus we zien de nachtwaker ook. Er waren ook wat kinderen. Ja. Ja, heel bijzonder. Er waren ook kinderen van 8 hebben we gezien. Ja, dat kan ook te verklaren zijn omdat we best wel tegenlicht hadden met die ingang. Dus die opstelling was nog niet helemaal top. Want als je te veel tegenlicht hebt, dan gaan de features van je gezicht gaan naar beneden. Ja, dan heb je gewoon minder, kan niet minder goed voorspellen. Minder betrouwbaar. Nou, ik kan je vertellen, we hebben iemand geïnterviewd, een spreker, en die had zijn zoontje bij van 1 jaar of 8. Dus dat kan best wel kloppen dat jullie die data in je systeem hebben. Ja. Hebben jullie ook uitgelegd hoe het dan technisch werkt tijdens de sessie? Of ging het vooral over de data die je eruit gehaald hebt? We hebben deels technisch uitgelegd. We hebben even aangevoeld of daar behoefte aan was. In principe was het een inspirerende sessie vooral hoog over. Wat kun je hier nou mee? Wanneer kan je dit toepassen? Bijvoorbeeld in een winkel. Om op een paar plekken in je winkel de mensen te analyseren. Heb je nou in de laatste 10 minuten gewoon alle mensen in de winkel, als het allemaal mannen zijn. Dan zou je bijvoorbeeld de licht, de reclameuitingen, de muziek in de winkel kunnen aanpassen. We hebben ook verteld hoe je dat eventueel automatisch zou kunnen gaan doen. En we hebben wel een klein tipje van de sluier opgelicht over hoe dat technisch gaat. Maar vooral gepraat over toepassing, over kosten, over gemak en uiteindelijk over de resultaten. Oké, en zaten er wat leuke resultaten tussen? Kan je er iets van delen? Een aantal grappige resultaten waren ook wel gerelateerd aan de betrouwbaarheid van deze opstelling. Zo waren een groot aantal mannen met make-up. Wel interessant. De brillen. Ja, dat was wel grappig. De API bepaalt ook de brillen. En niet alleen of je een bril draagt, maar hij kan ook herkennen wat voor type bril. Zo waren er mensen met leesbrillen, ja, best wel veel. Ook een enkeling met een zonnebril, dat zou ook nog wel kunnen. Maar er was ook iemand die had een duikbril op. En niet één iemand, er waren zes verschillende personen. Met zwemmingbril op, ja. Dat is wel uniek. Geen vrouwen met baarden? Nee, geen vrouwen. Sowieso niet veel vrouwen, denk ik. Nee, klopt.
Klopt. Wat was de verhouding? Hebben we nog gekeken? 20-80, zoiets? Nee, volgens mij wel veel minder. Ja, ik denk wel 5% of zo maar. Ja, of de dames van de catering moeten regelmatig voorbij lopen. Ja, de hostesses stonden natuurlijk bij de ingang. Die kwamen er ook vaker op. Die ook vaak voor de cam gezet. Dat was ook een opstelling dat je ook je eigen gezicht kon zien wat die ervan van maakte. En dat, kennelijk vinden dames dat wel interessant. Die staan er dan voor, even lachen. En dan kijken hoe oud je schat. Ja. Dus dat is wel grappig. Ja, het klinkt als een pijnlijk onderwerp. Ja, zodra hij dan even iets hoger aangaf, dan ging ze gauw weer weg. Dat dacht ik al. Als mensen nou dit thuis zitten te kijken en denk ik wil hier meer van weten, heb je dan nog informatie voor ze waar ze het op kunnen zoeken, behalve op Channel 9 terugkijken? Sowieso terugkijken. Er zijn een aantal sessies geweest tijdens de Tech Days die over dit onderwerp hebben gepresenteerd. Maar ik denk dat het makkelijkst is om te verwijzen naar de Intelligent Kiosk app die Microsoft in de Windows Store heeft staan. Daar zitten een aantal voorbeelden gewoon ingebakken. Dus dan kun je het zelf ervaren. Dan kun je jouw webcam toestemming geven voor de app. En dan bepaalt hij jouw gezicht, je leeftijd, je baard, je kleur haar, je emoties. En als ze het willen gebruiken, kunnen ze gewoon in Azure terecht? Zeker, ja. Oké, dankjewel jongens. Graag gedaan.